Net meisje het dorst. Hé? Ja nou, oeh, toch niet? Toch niet dat jij dorst? Ja? Ook niet. Ja, een hele goede morgen, lieve vrienden. Het is vandaag zondag. Het is 3 juni. Het is 8:55. Ik heb vannacht de computer weer laten werken. De vlog van gisteren heb ik naar YouTube gebracht. En die komt 12 juni online. Ja, dus deze van vandaag komt weer de 13e online. En zo gaan we door. Ja. Mits ik onderweg ben en de GoPro mee heb, dan is het natuurlijk in twee gedeeltes. Behalve gisteren heb ik hem wel in één gedeelte gehouden. Want ik vond het zonde om hem door de helft te doen. Ja, was gewoon zonde. Ja. Hij is leuk. Ook dat. En gezellig. Ook dat. Ja. Ik ga straks weer naar de kerk toe. Dus ja. We zien wel. Ik hoop dat het mooi weer wordt. Want ik heb nog steeds geen foto van vanmiddag. Dat ik in het zonnetje kan zitten. Ja, het is weer triest. Hopeloos. Ja, dat ik doe wel zometeen mijn vest aan. En een goede jas aan. Want ik denk dat het niet al te warm is. Ik heb weliswaar de tuindeur open. Maar echt warm? Nou, nee. Dus wie weet moet het nog komen. Ik zal even op oma Toon kijken. Op oma Toon, op oma Toon. Hier hangt hij. Nou kijk, net wat ik zeg, 15,5 graden. Ja, nou dat is niet te doen wel. Dus ja, we zien wel, we wachten het af. Ik ben even met mijn computer bezig. Die heb ik schoongemaakt omdat hij vannacht aan het werken is geweest. Nou, ga ik hem opnieuw opstarten. En dan kan hij er weer met frisse moed er tegenaan. Ja. Ik was ook al super vroeg wakker. Terwijl ik ook super laat naar bed ging voor mij. Nou ja, super laat. Het viel nog wel mee. Want Karen die appte me nog. Dus ja. Ze dacht ook al volgens mij van. Nou al. Je bent vroeg maar. Ja, als ik naar de kerk ga wel. Maar ik was ook geradbraakt. Nog, ik heb veel pijn in mijn rug nu, dit keer. Ja. Stress gaat op de gekste plekken zitten vanzelf. En dan ook op je zwakste plekken. Maar maakt niet uit hoor. Nee, we gaan gewoon door. Simpel. Ja. Hé hey man, jij. Hey. Jij hey, schat. Jij, hey. Hoe goed je ben je blijtjes. Oh, lekker even kriebelen in de nekje, hè. Jongens, wat een dikke doosje, hè. Ja, lekker. Ja, dat komt allemaal vast en zeker wel goed. Ook de handcamera neem ik even goed mee. GoPro neem ik mee. Je weet nooit wat je tegenkomt. Ze zeggen tot vanmiddag. En geniet van alles, hè. Ja, en wees lief voor elkaar. Thank you.
Boefie. Ja, en ik ga dus zo naar de kerk, had ik al gezegd. En een vriendin van mij, die volgt mij ook. En die vroeg hoe ver ik van de kerk af woonde, omdat ik verschillende routes neem. Nou, lieve Nel Buitenkamp, schat. Ik ga nu zometeen de route doen die ik behoor te doen. Dus de officiële route rechtstreeks van mijn huisje daar naartoe. Enkel, ik start altijd later de camera. Ook vanwege mijn straatnaam te dekken een beetje. Ja, dat hoeft niet iedereen te weten. Maar dan weet je ongeveer hoe ik rij. Dat die is speciaal, dus voor jou, lieve Nel. Tot later. Heb je het zo heet, liefie? Oh, godje. Nou, zullen we je matje neerleggen? Hé. Hey. Kom maar. Kom dan. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Ja, kom maar. Ga maar liggen. Kom dan. Kom maar, schatje. Je het heet, schat. Oh, godje. Kom, ga maar lekker liggen. Ga maar lekker liggen. Ja, lieve vrienden, ik ben dus thuis. Ja, naar de kerk geweest. De heenweg heb ik de officiële route gereden. Maar ja, je kent op zoveel routes, kan je erheen en weer terug. Ja, en dat laat ik jullie dus een klein beetje ook gelijk van mijn stadje zien. Ja, het is maar een kleine stad en je komt ook niet overal. Maar zo om eventjes qua weg erheen of terug wat af te wisselen, dat is voor jezelf ook leuk. En al helemaal leuk voor jullie. Want ik ga nou even de foto's die van mij zijn genomen vanwege de 50-plus groep van mij voor de thema van vanmiddag. Snel even op mijn computer gooien en even dat bewerken. En dan is dat tenminste klaar. En ik ga een bakje koffie maken en een broodje, want ik heb zin in wat. Ja. Want het is gezien. Die klok loopt, denk ik, niet goed. 12:42. Dus ja, tijd om mijn lunch te klaar te maken. Dus dat gaan we eventjes doen. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, goedenavond, lieve vrienden. Althans, goedenavond. Het is alweer morgen, ja, het is 9:30. Dus ja, ik had al veel eerder terug willen komen, maar ik was even in een dipje. Even, ja, omdat ik afgelopen nacht niet goed heb geslapen en er wel vroeg, heel vroeg uit was. Zat ik dus even in een dipje en geen zin ergens in dat ik dit bekijk het allemaal maar. Ik ga lekker even televisie hangen. Dus dat heb ik eventjes gedaan en met een bakje koffie erbij om even weer op te komen. En ja, dat heeft iedereen wel eens. Dat ik zou zeggen voor nu, welterusten, lekker slapen, morgen gezond weer op. En voor degenen die werken moeten, werk ze. En degene voor de scholieren, dat gaat allemaal voor vanwege je studie. Dus leer ze. En een hele, hele fijne dag toegewenst vanmorgen. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.